De latere moderne Jonker die had een platte knop. Ik ben zelf al ik ben van de ronde knoppen, ik vind dat fijner. Behalve bij de Kent die een platte knop heeft, daar zit zo'n dubbele knop op. En die sleutel is gewoon zo fijn dat hij dat gemis van de ronde knoppen volledig goed maakt. Dit is echter een kopie door de Sovjet-Unie gemaakt van die oude Jonker dus. En deze zijn gemaakt in Oekraïne. Daar stond een grote fabriek. En